De set van een nieuwe Vlaamse kortfilm. 17 studenten van filmschool Narafi logeren er ondertussen al een maand en zijn nu bezig met de opnames van Postscriptum. In de hoofdrollen schitteren Dimitri Leuwe en Marie Vink. Zijn we 10 bezig, shot 3, take 3. Camera, loop. Actie. Ik speel de rol van Bernard. Bernard woont hier in dit huis en is een beetje een excentriekeling, is een eenzaad. Mijn personage is Joke en ik ben het bovenbuurmeisje dat net verhuisd is, dus die is net boven Bernard komen wonen. En ze is zo vrolijk, chaotisch, niet zo ordelijk en dat is natuurlijk een heel groot contrast met Bernard. Dimitri Leuwe en Marie Vink spelen de hoofdrollen in de film Postscriptum. Het is het eindwerk van enkele laatstejaarsstudenten van de filmschool Narafi. Voor de opnames van de film vonden ze dit 18e-eeuwse gebouw in de Rijschoolstraat in Leuven. Het huis wordt in januari gerenoveerd en van de eigenaar kreeg de filmcrew alle vrijheid om het huis te verbouwen. Er zijn muren bijgebouwd. Er zijn gaten in muren gemaakt, er zijn klokken omhoog hangen, behangen, geschilderd. Alles wat je eigenlijk in een huis doet om het te verbouwen. Postscriptum vertelt het verhaal van een teruggetrokken klokkenmaker die in contact komt met zijn nieuwe buurmeisje. We beginnen terug met het verbranden van de brieven, maar enkel het laatste stukje daarvan. Regisseur van dienst is chef Vingerhoed. Hij wordt begeleid door regisseur Lieven de Brouwer, bekend van films als Confituur en Pauline en Paulette. De jongens hebben heel veel enthousiasme. Ze weten wel meestal waar ze mee bezig zijn. Ze weten ook wat ze willen doen. Maar soms is het toch nog wel eens onduidelijk van hoe doe je dat dan op een set of zal dat wel werken? En dan is het fijn als er iemand wat raad kan geven in hoeverre dat kan natuurlijk. Voor mij is het de eerste serieuze kortfilm die ik regisseer. En met de ervaring die hij heeft, kan hij mij wel vaak helpen. Durft dat wel eens een meningsverschilletje te zijn. En dan moet je zeggen tegen de grote lievende Brouwer, nee, ik wil dat zo. Maar dat is niet zo'n probleem, dat loopt wel goed altijd. Ja? Ja. Actie! Na de opnames volgt nog de montage en tegen eind van het schooljaar moet de studentenfilm af zijn. Ik vind dat iedere acteur 1 studentenfilm per jaar moet meedoen. En dit is mijn studentenfilm van dit jaar. En ik heb goed gekozen dit jaar, vind ik zelf. Want het is een fijn verhaal en een fijne groep. Cut!